Hoi hoi allemaal, het is weer vrijdag. Nou, om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Voor de mensen die vorige week gekeken hebben en zich afvroegen van wat was er aan de hand. Nou, maandagochtend waren we een gezinsauto wezen halen voor Siem. Ja, nou, voor het gezin. Voor het gezin, de Abarth is eruit. Daarvoor in de plaats is een Ford Kuga gekomen. Heel wat anders, maar met het vooruitzicht dat we voor Moos ook een maandagmiddag voor een broertje gingen kijken. Ja. Op de 2,6 kilometer hebt u uw bestemming bereikt. Op de foto's leek het een klein hondje, maar bij aankomst was het een kruising tussen een Maltese en een Shetland pony. Ja, dat was echt bizar, hè? En hij was 6 maanden, dus dat ging nog groeien. Ja. Ging niet worden. Nee. Toen waren we er eigenlijk een beetje klaar mee, want zoals jullie weten is het al een tijdje dat we aan het kijken zijn. Ik ging alles wissen, toen zag ik een ontzettend leuk hondje. Ja. Daar zijn we een dinsdag wezen kijken. Ja, dinsdagavond nog heen gereden. Moos mee geweest. Nou, Moos vond hem helemaal geweldig. Wij vonden hem geweldig. Maar ja, mensen hebben toch besloten dat hij naar een kennis gaat. Helaas, jammer. We hadden hem heel graag een gouden mandje gegeven. Maar ja, de aanhouden wint, hè. Daarom. Ooit komt er wel een. Nou, oh, kijk, zweefvliegtuig. Hier? Ja, hier. Zie je toch? Ja. Vreemd. Ja. Maar oké. Misschien haalde die telet niet. Ja, nou, dat kan toch? Nou, in ieder geval aanhouden wint. Er komt echt wel een broertje voor Moos bij. Dus we gaan het wel zien. En desnoods een puppy. En zoals jullie zien. Ja, voor de mensen. Ja. Die er ook al meerdere keren geweest zijn of een keer geweest zijn. Natuurcamping Groenendaal. Hè? We zijn weer onderweg naar Groenendaal. We gaan naar Ilum. Ja, 2 weken terug ook geweest. Maar ja, de herten zijn nu in de bronsttijd. Dus ja, dan is voor ons misschien toch wel leuk om ook een keer het beurlen en alles mee te gaan maken. Ja. Dus vandaar weer naar Groenendaal. Hopen dat we het vast kunnen leggen. Absoluut. Hetzelfde als dat Noorderlicht wat er toen was in Zweden. Ja. Noorderlicht was in Zweden, dat gaf hij aan, echt zoveel procent. Ja. Maar ja, wij hadden toen s'avonds al een kwartier buiten gestaan, was sterfs koud. Nou, de groeten. Ja. Wij naar bed gegaan en de volgende dag echt onwijs mooie foto's van de buurvrouw. Ja, ja, want dat Noorderlicht was echt fantastisch te zien. Dus ja, en de dag daarna weer. Ja, je moet het even afwachten bij ons, want als ik zoiets heb, of als we zoiets hebben van het is veel te koud, we gaan naar bed of wat dan ook, dan gaan jullie geen beurlen horen. Maar nee. Ja, we zien het wel. Vind ik ook. Nou, we gaan jullie straks laten zien waar we staan. Ja. Zoals jullie zien, zijn we weer op het vertrouwde plekje. Het veld. We staan nu bovenop. Maar er staan weer genoeg mensen beneden aan. Wij hebben hier een plaatsje gekregen. Zometeen komen Theo en Karin nog. Dus daar wachten we geduldig op. Die komen achter ons staan als het goed is. Leuk hoor. Kacheltje wordt zo weer gebracht. Gezellig. Het enige wat ik tot nu toe kan zien op het veld is dat er koeien staan. Schotse Hooglanders. Ja, voor de rest heb ik eigenlijk nog niet zo goed gekeken. We staan gewoon weer in het hoekje aan het einde van het veld. Dan maar eventjes overzicht over het veld. We zijn nog aan de vroege kant, dus nog niet veel te zien. Ja, die damhertjes dan midden op het veld. Maar ik ga dadelijk weer eens eventjes een tijdje in die hut zitten. Dus je weet het nooit. Een tas is daar gaan zitten, maar kijk, boske buiten. Ja, maar hier zit je lekker. Ja, en je zit lekker uit de wind. Je moet eigenlijk dat. En waar kan ik nou zitten? Moet ik op die hoge stam?
Kijk. Waar? Kijk. Ja, Moos, dat gaat niet. Kijk, Dylan en Deu zitten. Ah, aan mijn knie, Moos. Moos, niet aan mama de knie. Mama is gisteren op de koker gegaan. Nou, over de bloempot. Over de bloempot. Zeker gelijk mijn bloempot. Heel mijn knieën kapot. Scheur in mijn broek. Dick en Jack die waren gisteren geweest van de Marzel. Die waren bij ons geweest. Bakje wees doen, bla bla bla. Nou, hup. En ik zeg nog, jongens, kijken jullie uit voor de afstappies. Uitgelaten. En ja, buitenverlichting was al uit. Hoppa. Ja hoor, daar lag ik. Maar ja, gelukkig niks. Maakt op zich niet uit, mijn emoties stonden nou aan mijn knie te klauwen. Ja. Vind ik iets minder grappig. Kijk eens even, grote jongen. Gaan we daarheen. Even kijken of we die uitjes in kunnen zoomen. Die staan best wel een eind weg. Even kijken hoor. Ja, ze moeten daar staan. Kijk. Is dat? Ja. Kijk eens even. Nou, Moosje zit lekker bij het vuurtje. En hem alweer aangestoken. Net eventjes met volgers staan te praten. Die staan daar in de campert. Ja. Zijn ze niet te dichtbij halen? Nee, vind ik niet. Anders hebben hun misschien zoiets van, hé, wat is dat dan? Maar het was heel gezellig. Waar is die bij El Japan eigenlijk? Kijk eens even, ik weet het niet. Bij El Japan. Ja, die... Kijk. Hey. Een barbecue. Ah. Die platte. Ja, die... Wacht even, ik ga even de pijljapan pakken. Ja. Nou, Moosje is lekker aan het spelen. Kijk. En ik heb de pijljapan gepakt. Kijk. En dan gaan we de scholletjes in die pan flikkeren. Dat past wel beter, hè? Nou, moet ik kennen toch? 2-in-1. Een kaggetje en een fornuisje. Hoi, Moos. Dit is een poppetje die eigenlijk voor zijn broer was. Ja, dit was het speeltje wat eigenlijk voor zijn nieuwe broer. Ja goed, die gaan nog komen. Dus Moos, kom maar hier. Nou ja, kijk eens even. Prima naar zijn zin toch? Nou, gaat toch prima zo in die pijl Japan? Ja, je moet alleen geen honger hebben. Nee. Duurt even. Maakt niet uit, we hebben de tijd tot en met maandag. Nou, weer tegen. Dan zitten we hier als een gratenbaan in die stoel. Zal ik gelijk de grillvlees pakken voor de grillplaat? Ja, dat erop gooien. Zoals jullie zien, we hebben gegeten, scholletjes op. Nu zitten we in de hut. In de wildspot hut, vogelhut, hoe je het ook wil noemen, hut. Kijk, we hebben dit uitzicht. Hier door het lijkje heen. Nou is het afwachten. Verder kijk je bij me. Ze kunnen wel lekker turen. Dan zie je nog wat eenuwetten aankomen. Jammer dat ze zo ver weg zijn, maar goed, we zien ze weer. Goedemorgen, het is vandaag, ja wat is het, zaterdag? Ja, het is een uurtje of 10 denk ik, ik weet niet precies. Het is net de hele tijd geregend, althans vannacht. Het is nu droog, het is nog wel een klein beetje, kijk. Een beetje bewolkt. Het zou nog wel iets gaan regenen, maar dat zien we nog wel. Nou, Karen en Theo gisteravond aangekomen en gaan we daar lekker even een wandeling maken. Ik ben nu ook aan het lopen, ik ben erachter aan het lopen. Ik loop daarheen, even kijken of daar nog wat te zien valt. Ik loop niet veel op het veld, gisteravond wel onwijs veel
Ja, dat brons gehoord. Beulen. Echt tof. Kijk eens even, het staat wel lekker vol. Mensen zijn weer allemaal aan het genieten van de natuur. Daar staan wij. Nou, nogmaals goedemorgen. We zijn de wandeling begonnen. We worden gelijk verwelkomd. Kijk. Kijk een beetje. Kijk een beetje woest. Nou, we zijn lekker met Theo en Karin aan het wandelen. Kijk eens eventjes. Nou, er staan er zat. We zijn net het wildrooster over gegaan. Dus kijk daar. Gaan we een mooie wandeling maken. Het is droog. Het zou droog blijven. Hup, er gaat er een opstaan. Nou moet ik er nog langs. Ga maar af. Ja, hij zei toch wel blijven staan. Niet kijken. Gewoon doorlopen. Kijk eens even. Een kolossale beest hoor. Doei, ik ben er voorbij. Kijk eens even. Kook de boswachter. Alles aan het observeren. Ja, je kijkt. Ja. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Clear to see from up here. We hebben even 5 pik. We gaan even boterham eten. En Karin, al wild gezien? Ja. Ja, hè? Ja, ja, Simon heb ik gezien. Dus oh, ook, oh, ja, ja, dat is wel, dat is oud wild. Oud wild. Nee, we hebben al Ray of zo gezien, of Eduard, ik weet niet, het was een beetje te ver weg, hè? Ja, het was ver weg, maar nou ja, hey, zo is het. Dat vier poten, dat maakt er geluid. Ja. Dat was een koe. Oh. Okay. Nou, eet ze. Even mijn dopje erop. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams. Where the skies are so... Zo, even 5 pik. Nou, lekker zitten. Tukkie. Kijk, er worden tukkies aangeboden. Ja, tukkie, bedoelt, is, oh, het, ja, we nemen een tukkie. Het is geen tukkie. Lekker hoor, tukkie. Nou, we hebben al het een en ander aan beesten gezien, maar eigenlijk te ver weg om ze in te zoomen met de camera. Maar als wij ze maar gezien hebben, heel belangrijk. Ja. En Maas? Nou, we zijn ons eigenlijk aan het voorbereiden op de... Op de bult. Op de West. Ja. Of het de linker of de rechter bult wordt. Ja, of het de linker of de rechter bult wordt. Daar zijn we allebei. Ja. Of allebei. Gaan we zo zien. Jullie gaan dat zo zien. Ja. Zo, we zijn weer terug. Binnen de weer. Ik weet niet hoeveel kilometer dan we gelopen hebben. Volgens mij 8,5 of 9. Bijna, tenminste 8,95. Ja, 9 kilometer gelopen. Was een heerlijke wandeling. We hebben het een en ander aan wild gezien. Wat ik al gezegd heb. Maar helaas niet op de camera vast kunnen leggen. Misschien dan we... Duimpje omhoog. Misschien dan we dadelijk... nog wat op het veld gaan zien. Voorlopig staan er alleen maar koeien. Zo maar even te zeggen. Schotse Hooglanders. Voor de rest niet veel. Maar het was heerlijk. We zijn nou lekker een beetje aan het nippen. Of ja. Aan het eten. Natas dan, ik niet. Dat is vaak toch? Ja. Altijd ik. Altijd Natas. Nee. Nou, we gaan even lekker genieten. Ja, ja toch? Zonnetje moet even die grote bolk weg. Ik word uitgelachen daar. Daar, daar, kijk eens even. Hoppa, de duimpjes gaan omhoog. Rondje delen woud. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan weer zo hoor ik. Kijk eens even, we zien weer wat. Hij was net ook aan het beulen.
Nou, zoals jullie zien, we lopen weer in het bos. Het is vandaag zondagmorgen. Het is 12 uur geweest. Lekker uitgeslapen. Gisteren hebben jullie het gezien. Beurlen. Eduard, de grote gewaaien. En nu lopen we in Delenwoud. Lekker nog een ommetje maken. Moos is er een beetje klaar mee, maar dat snap ik ook wel. Wij ook een beetje. Ja, wij ook een beetje. Met die kleine pootjes. Dus. We gaan nog even lekker een blokje lopen. En dan is weer genoeg geweest. Schitterend. Kijk, dit is mooi, hè? We staan met drie telefoons. We lopen nu ergens dan maar zoiets van, hé, waar zijn we? Nou, de een weet het beter dan de ander, hè? Dat is altijd. Dus ik bemoei me eigenlijk er maar niet mee. Het wordt helemaal zo'n zootje. Heb je van Theo geleerd, als je zo doet, dan hoor je meer. Oké. Okay. Dus ik kijk het dan eens deze kant op, nou hoor je mij echt goed praten, zeg maar. Zeg je? We lopen weer in het bos. Althans, dat liepen we al natuurlijk. Maar we horen toch echt weer iets van beul of iets dergelijks. Hoor. Als het goed is, lopen we erop af. We hebben net drie reetjes gezien. Maar ja, die... was weer veel te snel om te filmen. Nu horen we toch constant weer iets van beulen. Dus we gaan even verder kijken. We zitten even een boterham te eten. Kijk, daar loopt er weer een. Maar hij loopt nou even achter de bomen. Geweldig. Kijk eens even. Zo zie je maar mensen, wildspotten in de Delenwoud en noem het allemaal maar op. Gewoon eventjes je campertje, natuurcamping zetten en kijk, hij gaat de gang erin zetten. Schitterend om te zien. En wildspotten vanaf de camping, Delenwoud, noem het maar op, overal om je heen wild. Zo, jullie horen het alweer, Theo en Karin gaan er weer vandoor. Die moeten morgen weer aan de arbeid. Wij kunnen gelukkig nog een dagje blijven. Dus de eerste keer dan ze hier stonden en hun vond het ook echt fantastisch. Dus daar gaan ze. Dankjewel mensen. Was super gezellig, hè? Ja. We hebben al gezegd, gaan we een keer over. Zeker een keer overnieuw doen, ja. Toch? Ja, absoluut. Bedankt voor de gezelligheid en ja, we hebben... Nou, leuk weekend. Ja, echt wel. Wij doen hem nog even voort. Ja, wij gaan nog even weg. En Moosie, Moosie is een beetje uitgevloeid. Gisteren heb je al rond de 10 kilometer gelopen. Nu een kilometer of 8, 9, weet ik veel. 8,5. Daar is hij er klaar mee. En Moosie is er klaar mee. Vanavond, Moos, vanavond gaan we nog even daar naar achteren. Gaan we nog even kijken. En dat was het laatste, jongen. Dan kan je van... mooi rocket nog even. Dan kan je van de week nog even bijkomen. Zo, zondagavond. Het veld is een eind leeg. Ja. Muis legt buiten met zijn kluif. Hoi. Ja, hij zit weer. En jij kwijlt, sorry. Nee, oh, dat is. Hij zit weer. Ik denk, nou, het water loop je in de mond, maar niet dus. Nee, nou, dat is lekker dan. Niet van een mooisie. Nou. Nou, kijk. Het is weer de tijd voor de grillplaat. Ja toch. Barbecue seizoen is een beetje over geloof ik. Alhoewel dan we schitterend weer hadden vandaag. Maar ja, het koelt wel hard af hè. Ja, dat schiet niet op. Dus we gaan lekker eten. Ja, eten. Wee. Zo, we hebben weer gegeten. Lekker
hoe heet het, de grillplaat aan. Nu sta ik even op mijn tas te wachten, die is goed aan het aantrekken. En dan gaan we weer eventjes daar naar achteren. Het is over zevenen, dus we hebben nog een drie kwartiertjes eventjes om te spotten. Sorry. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Maandagmiddag. Ja. Hoe laat weet ik niet. Het zou wel een uur of twee wezen of zo. Weet ik veel. Tijd gaat hard als je het naar je zin hebt gehad. Kwart voor drie. Kijk, kwart voor drie. Nou, prima naar ons zin gehad weer bij Groenendaal. Speciaal heen gegaan omdat we een seintje kregen. Inderdaad, dat er volop gebeurd. Gebeurd. Werd. Nou, dat hebben we zeker gehoord en gezien. Ja. Dat was onze insteek voor dit weekend. En natuurlijk, ja, heel gezellig was het met Karin en Theo. Ja, zeker weten. Moeten we echt snel eens over doen. Was hartstikke leuk. Ja, super. Jij nog wat? Nee, eigenlijk niks. Nou, bedankt weer voor het kijken. En ik hoop dat jullie de volgende week ook weer bij zijn. Ja, en mochten jullie een mini-me hebben. Ja. Een mini-me. Doe even een berichtje sturen. Of als je weet dat iemand een mini-me hebt. Ja, je weet het nooit. Nou, bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Doei, doei. Doeg.